Het is 5 januari 2021. Welkom in Podcast. Ik ben Rico Brouwer, mijn gast. Ja, ik kan niet zeggen terugkerende gast, maar ik heb hem heel lang geleden geïnterviewd in Weltschmerz. De directeur van, ja, directeur en jurist van Privacy First. Welkom in Podcast. Dat is een pot met een kaars. Gesprekken van hoop, die licht geven. Ik had vandaag, ik ga gewoon een kaars aan. Ik had vandaag springsteen aan in de auto en toen dacht ik, oh, daar komt het vandaan dat ik die kaars heb gekozen. Dus you can't start a fire without a spark. Dat zit in Dancing in the Dark. Dat is wat dit is. Klein vlammetje is genoeg en dan hopelijk bereikt het wat. Iets met een vuur of zo. Hey Vincent, waar ben jij? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Het lijkt net alsof ik in een enorme ruimte zit, hè? Ja. Ik kan je wel even laten zien. Je hebt een mooiere achtergrond dan ik. Ja, ik zit gewoon op kantoor, althans in de vergaderruimte op onze kantoorlocatie. Ik ben hier nog maar heel weinig eigenlijk sinds maart 2020, zoals je zult begrijpen. Ik werk vooral vanuit huis. Maar sporadisch ben ik er af en toe nog, als ik even per se iets op kantoor moet doen. Ja. Vanaf de kantoorcomputer en de postcheck en dat soort dingen. Maar dit is ik kan je wel even laten zien voor de grap. Dat is een achtergrond, dat is, ik geloof, de bibliotheek in het Rijksmuseum. Dat is gewoon een soort fotobaan in die vergaderzaal hier. Want het is gewoon een vergaderzaal. Ja. Ja. Dus daar zit ik. Oh ja. Dus wij zitten hier nu dan even niet fysiek te vergaderen, maar normaal gesproken wel met bestuur en zo. Soms met journalisten of andere mensen. Ja, oké. Okay. Ik heb jou gevraagd in de context van die coronacrisis en hoe privacy, en nou, privacy valt voor mij uiteen in twee dingen. Privacy, zoals mensen dat te kennen, artikel 10 grondwet. Maar daaraan verbonden ook artikel 11, lichamelijke integriteit. Recht om gewoon met je lichaam te doen en ook niet te doen wat jij wil. Ja. Nou, daar gaat Privacy First over. En dus er zijn twee kanten aan dit interview. En superleuk dat je hier bent. En de ene kant is, wat is Privacy First ook alweer? En wat doen jullie voor dingen? En de andere kant, wat vind jij nou van wat er om ons heen gebeurt? Want ik maak me echt wel dikke zorgen. Om dat neer te zetten. We spraken elkaar 10 oktober 2018, althans toen kwam het online, in Café Weltschmerz. Klopt. Ja, en toen hadden we net dat referendum gehad over de sleepwet. En die werd dan toch ingevoerd. En daar vonden we dan wat van. Nou, ik heb het idee dat we nu grotere problemen hebben qua privacy. Wat vind jij ervan? Het is maar weer bekijkt, maar dat voelt alweer als een eeuwigheid geleden, hè, inderdaad. Ja. Bijna als een vorig leven of zo. Ja. Maar grotere problemen, ja, dat is maar weer bekijkt, maar daar kom ik zo nog wel op terug. De sleepwet, die speelt trouwens ook nog steeds, hoor. En dat is echt nog een actief dossier, ook voor Privacy First, om te blijven volgen. En er komt ook alsnog een grote rechtszaak tegen, waarschijnlijk later dit jaar. Maar daar moeten we maar eens apart een gesprek over voeren dan. Even heel kort nog over Privacy First. Ja. Voor wie ons nog niet kent, Stichting Privacy First. Nou ja, de naam zegt het al. We zijn een stichting voor het recht op privacy. Opgericht in 2009. We hebben een brede oriëntatie van privacy. Dus niet alleen privacy in de zin van de persoonlijke levenssfeer. Maar ook bescherming van persoonsgegevens. En het recht op lichamelijke integriteit. En het recht op vertrouwelijke communicatie. En het huisrecht valt allemaal onder het recht op privacy. Dus een klassieke, brede, mensenrechtelijke interpretatie van het recht op privacy. Wat we zullen doen is, wij doen in eerste instantie heel veel stille diplomatie. Dus heel veel gesprekken met eigenlijk iedereen die maar invloedrijk is of invloedrijk wordt op ons werkterrein. Daar praten we mee, dus dat is zeg maar meer onder de radar. Dat is soms heel effectief. En dat doen we gemiddeld wekelijks. Nu iets minder in deze tijd, maar voorheen deden we dat wekelijks met topambtenaren, met politici, met wetenschappers, bedrijfsleiders, diplomaten, burgers, activisten, iedereen en vrijwel niemand uitgezonderd. Vervolgens doen we veel politieke lobby, dus meer boven de radar, richting Eerste en Tweede Kamer, soms ook gemeenten, soms richting Brussel, soms richting de Verenigde Naties. Soms doen we een actie of een campagne. En als dat allemaal niet genoeg helpt, dan hebben we altijd als laatste middel nog een rechtszaak. Ja. Waar we wel het meest bekend om zijn geworden de laatste 10 jaar. Dat zijn de rechtszaken. Bijvoorbeeld tegen centrale opslag van vingerafdrukken vroeger. Tegen de telecombewaarplicht een aantal jaren geleden.
Systeemrisico-indicatie was een grote coalitiezaak waar we ook bij betrokken waren. Dat zijn zeg maar bekende rechtszaken van de laatste jaren. En daarnaast doen we soms ook projecten met bedrijven en overheden, zeg maar, om de privacy te bevorderen, daar intern. Dat doen we dan weliswaar vaak niet zelf, maar daar zijn we dan kritisch bij betrokken. En dat doen we met externe partners, consultants. Okay. En daarnaast organiseren we ook nog ieder jaar de Nederlandse Privacy Awards. Ja, gaan we ook, wacht even, tot zo. Ja. Terwijl je begon te praten. Kunnen we later op terugkomen. Ja, dat komt er langs. Ik heb ook een lijstje voor mezelf. Toen je begon te praten, en dat zit nu weer over je gezicht heen, en over dat van mij is een plaatje van je website. Okay. Privacyfirst.nl. Eigen keuzes in een vrije omgeving. En er staan wat quotes op die daar langskomen. En die heb je net zelf eigenlijk ook gemaakt. Privacy First heeft als doel om deze rechten op een gedegen manier te laten vastleggen in de wet en treedt hierin actief op. Ja, met de middelen die je net hebt genoemd. Ja. Nou, ja, en dat doen we allemaal volledig vanuit donaties. Ja. We zijn een AMBI, dus een algemeen nutbehogende instelling, goede doelen. We mogen niet commercieel opereren, dus alles moet van donaties, fondsen, soms bedrijfssponsoring. En in principe geen overheidssubsidie. En ook geen geld voor Vincent dan, denk ik. Nee. Dat maakt jullie wel een onafhankelijk. Ja, dat. Nou ja, dat is podcast ook. Het positieve is, je bent onafhankelijk. Negatief, je hebt geen inkomen, je hebt dus weinig budget. Dat is een beetje, ja, maar het maakt je, aan de ene kant maakt het je kwetsbaar, aan de andere kant maakt het juist sterk, omdat je dus niet voortdurend beïnvloed wordt door allerlei geldschieters. Ik volg jullie ook en ik zie je vooral actief op die langere trajecten. Weet je wel, dan wordt er een adviesaanvraag gedaan, dan kan je inschrijven en mee een mening hebben over een nieuwe wet en dan komt er zo'n wetvoorstel en uiteindelijk is dat misschien ook nog eens een keertje kort geding. Nu zat ik afgelopen woensdag in een rechtszaal met kort geding over mensen die in het buitenland zijn, die gewoon niet terug mogen vliegen als ze niet eerst een onderzoek ondergaan. Anders mag je eigen land niet meer in. En dan wordt in het weekend de wet aangepast. En was ik vanochtend weer in een rechtszaak, een tweede kort geding daarover. Ja, dat was dan niet met Privacy First. Oh, sorry, momentje. Ja, dat is altijd het leuke van een licht ging uit. Energievriendelijk kantoor. Dan gaat elke 5 minuten of zo de lichten uit. Dan moet je even bewegen. Even aerobics doen en dan gaat het weer aan. Top. Hey, wat hebben jullie concreet, wat heeft Privacy First concreet gedaan sinds we die spoedwet hebben? Zijn er acties die jullie daaromtrent gedaan hebben? Sinds de spoedwet? Ik zie dus allemaal wettelijke veranderingen nu. Ik maak me echt grote zorgen om die spoedwet. Omdat je nu in het buitenland bent en dat je niet terug mag tenzij je een medisch onderzoek ondergaat. Wat geen medisch onderzoek is, maar je moet wel een wattenstaafje in je neus verplicht. Dan mag je eigen land niet meer in. Dat is artikel 11 volgens mij. Doen jullie er wat mee? We hebben ons daar wel kritisch over uitgelaten. Maar we hebben eigenlijk vanaf het begin van de coronacrisis, sinds maart, zijn we volop actief geweest om alle wetgeving en beleid daaromtrent kritisch te volgen. En als het in onze ogen echt te ver ging, om daar proberen paal en perk aan te stellen. Vooral door middel van brieven aan de Eerste en Tweede Kamer, soms ministers, soms een kritische column van onze nu voormalige voorzitter Bas Filippini, soms met gewoon gesprekken met ambtenaren. Ja. En we hebben eigenlijk alles kritisch gevolgd. En met name die zogenaamde spoedwet of noodwet of coronanoodwet, hoe je het maar wil noemen. Ja. Die hebben we met name heel kritisch gevolgd. En we hebben daar eigenlijk voortdurend kritisch op geageerd. Via onze website, met brieven aan de Eerste en Tweede Kamer. Een of twee keer ook door middel van een toespraak toen van onze voorzitter. En dat heeft deels wel effect gehad, denk ik. Er zijn toch een paar scherpste kantjes van die wet, denk ik, wel afgeslepen. En met ons was er natuurlijk heel veel kritiek van vele andere mensen, organisaties. Heeft Nederland, dat weet ik dus gewoon niet, dat is een oprechte vraag, geen idee. Heeft Nederland jullie betrokken, jou betrokken, bij het tot stand komen van de tekst in die spoedwet? Nou, dat is eigenlijk wel gek. De eerste consultatieversie, die is toen aan een paar organisaties toegezonden, niet aan Privacy First, gek genoeg, terwijl het heel erg over privacy ging. Ja, en terwijl ze dat normaal wel doen, volgens mij. Ja, normaal doen ze het wel. Doen ze het ook bijvoorbeeld met internetconsultatie, maar daar hadden ze dan nu zogenaamd geen tijd voor of zo.
Het is naar een heel klein aantal organisaties gestuurd. Die hebben toen ook wel kritisch gereageerd. Bijvoorbeeld, ik geloof de Nederlandse Orde van Advocaten. Volgens mij waren die een van de benaderde NGO's, zoals je het noemt. Non-governementele organisaties, zoals wij. Maar gek genoeg werden wij niet zelf actief benaderd. Dus we hebben het toen echt van internet moeten plukken. Ik geloof dat er toen in april of zo ergens per ongeluk een versie stond op een website van gemeenteambtenaren of zo, of gemeenteraadsleden. Er stond ergens een PDF-versie met een hyperlink, die dan iemand per ongeluk had ontdekt of het was uitgelekt, dat weet ik niet precies. En het ging toen rondzingen en daar hebben we toen maar op gereageerd, want dat was toen de enige versie die bekend was. Dus op de allereerste conceptversie hebben we kritisch gereageerd en daarna nog een tweede conceptversie kritisch gereageerd en de versie daarna. Maar nogmaals, vanaf het begin zaten we er wel bovenop en we hebben hier en daar wel, denk ik, eraan bijgedragen dat de scherpste kantjes er wel een beetje vanaf gingen. Al is uiteindelijk wel die wet gewoon aangenomen, helaas, denken we nog steeds. Aan de andere kant, ja, je had toen al eerder gemeentelijke noodverordeningen die eigenlijk helemaal niet democratisch waren. Dus ja, je kunt ook argumenteren van ja, wat er nu is dan beter, want dat is in ieder geval nog democratisch gelegitimeerd. En beter dan wat er voorheen was, want er was helemaal geen democratische controle op. En dat was eigenlijk helemaal onrechtmatig in de zin van in strijd met de grondwet. Omdat ze veel te lang van kracht waren en er waren noodverordeningen nooit voor bedoeld. Maar goed, dus je kunt vanuit meerdere perspectieven kun je dit bekijken. Sowieso kun je de hele coronacrisis denk ik vanuit meerdere perspectieven bekijken en altijd niet kritiseren wat er gaande is. Nou, doe eens dan. Maar dat is het interessante natuurlijk ook altijd met dit soort, met dit tijdsgevecht. Zeg maar, nu noem het even de coronacrisis. Dus er gebeurt iets groots, iets waar de hele wereld mee bezig is, iedereen in rep en roer. En wat je vaak ziet met zo'n een tijdsgevricht, is dat er in eerste instantie soms heel veel onwetendheid, paniek, angst en daardoor ook soms overreacties of irrationeel beleid, irrationele wetgeving. Zoals we dat in het verleden natuurlijk ook wel hebben gezien, bijvoorbeeld vlak na 9/11, de interventies in Irak en Afghanistan. Dat waren allemaal van die tijdsgevrichten waarbij er sprake was of leek van een crisis. Ja, moest iedereen met de neus dezelfde kant op en er werd de kritiek vaak ook niet gewaardeerd of belachelijk gemaakt, et cetera, et cetera. En dat gebeurt niet weer. In dit tijdsgevricht zie je precies hetzelfde, dus eigenlijk precies hetzelfde scenario. L'histoire se répète, de geschiedenis herhaalt zich vaak. Had ik in ieder geval gehoopt dat men van het verleden zou hebben geleerd. Ik sprak John Kiriakou, dus een oud CIA-medewerker. Die werkte in Irak. Ja, hij praat ook vloeiend Arabisch, geloof ik. Dat is een van de redenen dat hij. Maar was redelijk hoog in de boom vanuit de CIA in Irak toen in die oorlog. En toen werd hij gevraagd: van, wil je ook meedoen aan het waterboarding-programma naar Enhanced Interrogation Techniques in Guantanamo Bay? En hij zei: wat? Dat is toch martelen? Ja. En hij is de klokkenluider waardoor we weten dat Amerika mensen martelde met waterboarding in Guantanamo Bay. Ja. Ik had hem geïnterviewd. Van de vragen die ik hem stelde was, hoe zat dat nou met die weapons of mass destruction dan? Wist mensen dat niet? Want dat was dan de zogenaamde aanleiding. Hij zegt, everybody knew. Het hele congres wist het, er was een drogreden en toch gingen we het doen. Dus je zegt, ik zie parallellen met nu. Ik denk, ja, ik weet dus niet in hoeverre we echt niet wisten wat eraan zat te komen. Maar de argumenten onder de wet waar we nu in leven, vind ik wel een beetje matig. Ja, nou ja, kijk, je kunt natuurlijk niet, het gaat niet helemaal gelijk op. Het zijn wel hele verschillende situaties waar we in zitten. Maar ik weet in ieder geval ook van die tijd dat critici toch vaak wel werden gemarginaliseerd, belachelijk gemaakt. Ja. In die tijd. En datzelfde fenomeen zie je toch ook wel de afgelopen 3/4 jaar met al het beleid en wetgeving rondom corona. Maar dat speelt meer. Ik bedoel, je hebt dan bijvoorbeeld bewegingen die zich heel kritisch uiten, zoals viruswaarheid. Nou, daar kun je verder van vinden wat je wil, maar dat is gewoon een burgerbeweging. En dat ontstaat vanuit, zeg maar, ja, ook gebrek aan kritisch debat en dan gaan mensen denken van ja, dan gaan we het maar zelf doen.
Ja. Gaan we onszelf organiseren. Dat is wat je ziet. En wat je dan vervolgens krijgt, is dat je dus zeg maar zo'n kritische beweging krijgt. Nou, daar kun je van alles van vinden. Je kunt ze radicaal vinden of niet. Maar het feit is wel, dat is gewoon een kritische beweging. En dat is natuurlijk ook gewoon een normaal fenomeen in een vrij democratische rechtsstaat. Dat soort bewegingen ontstaan. En daar kun je nogmaals van vinden wat je wil, maar die zijn er gewoon. En die hebben ook een maatschappelijke rol, maatschappelijke functie. En in die zin volkomen legitiem. Ik vind het alleen maar leuk dat het kan en dat het er is. Ja, dat is ook goed en ja. Het moet ook vooral kunnen. Precies. Het is wel vervolgens aan andere mensen om daarmee in discussie te gaan en dingen al dan niet te counteren of te pareren. Precies dat. Maar wat je wel ziet, is dat wat mij echt tegenviel het laatste driekwart jaar, is dat je ziet dat er zo'n hele kritische beweging opkomt, die ook zeg maar eigenlijk geholpen door de media toch een groot deel van het publieke discours qua kritiek op coronabeleid zeg maar de ruimte inneemt als het ware, maar door andere mensen denken van ja, maar als ik me ook kritisch ga uiten, dan word ik misschien geassocieerd met hen en dat wil ik niet. Dus weet je wat, ik hou me maar gedijst. Ja. En dat is ook een fenomeen wat ik heel vervelend vind, wat ik heb gezien afgelopen zomer met name. Dus dat er dan bijvoorbeeld een bijeenkomst wordt georganiseerd voor organisaties, voor NGO's, voor wetenschappers, academici, over die spoedwet, die noodwet. En er worden heel veel mensen uitgenodigd. En vervolgens komt er bijna niemand opdagen. Bijna niemand durft te komen. Dat was... Sorry, het licht staat hier dat ding uit. Staat echt... Ja, dat is echt fantastisch. Hij staat veel te milieuvriendelijk. Stroombesparend, maar heel vervelend zo. En dan komt er vervolgens bijna niemand opdagen. Waarom? Omdat men denkt van, omdat men bang is, althans dat kon ik opmaken via uit wat dan de redenen waren waarom de mensen niet kwamen. Ze hadden dan zogenaamd geen tijd, ja dat is natuurlijk onzin, want dat was het onderwerp van dat moment en dan maak je maar tijd. En het was tijdig aangekondigd. Maar van ja, dat toch een beetje eng, want ja, met wie zitten we dan allemaal aan tafel en... Wordt dan allemaal besproken. Dus wat zeg je dan tegen die? Als iemand dan tegen mij... Met wie word ik dan later misschien geassocieerd? Ja, houd toch op met dat. Ja, dat fenomeen, dat heb je dus in tijden van crisis, zoals nu. Dat zeg maar mensen die zelf ook eigenlijk kritisch staan tegenover sommige aspecten van beleid of wetgeving, het liever even voor zich houden, omdat ze daar liever niet te veel mee willen worden geassocieerd met andere partijen of personen die dan radicaal worden gevonden. Bijvoorbeeld. Daar heb ik dus niks mee. Dat is een heel, heel schadelijk fenomeen. Ja, maar dat ligt dan toch niet aan die partij waar je dan zogenaamd mee geassocieerd wordt? Dat ligt aan jou met jezelf censuur? Nou ja, wij hebben bijvoorbeeld toen ook een keer een toespraak gehouden op het Malieveld. Eén keer met onze voorzitter... die beruchte demonstratie op, wat was het, 20 juni of zo. Ja, 21 juni. Maar dat was niet... Toen hebben we ook van tevoren heel duidelijk daarover natuurlijk wel discussie gehad. Van, ja, moeten we dat wel of niet doen? Alle voor's en tegen's, risico's, noem het dan maar op. Maar toen hebben we gedacht van nee, we gaan dat gewoon wel doen. Want wij kunnen daar wel ons eigen geluid laten horen, ons eigen verhaal en onze eigen standpunten. En het was op dat moment een mooie gelegenheid om dat te doen. Om ook een breed publiek te bereiken... want daar kwam een heel divers publiek op af, op dat evenement. Je kunt het zo gek niet bedenken of mensen van allerlei pluimage lopen daar rond. Vervolgens in de media wordt het allemaal voorgesteld alsof het voor een groot deel, idioten waren of paranoïde mafkees en hooligans en weet ik veel. Dat is het. Dat is zeg maar hoe de media het dan soms framed, ook heel kwalijk. Laat je leiden door de media dan? Sorry? Laat je leiden door die media dan? Nou, ik niet. Wij zeker niet. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik persoonlijk lees bijvoorbeeld sinds de inval in Irak nauwelijks nog kranten. Want toen voelde ik me echt zo bedonderd. Dat ik dacht van, nou ja, wat voor nut heeft het nog om elke dag een krant te lezen en iemand te laten bepalen wat mijn mening moet zijn over allerlei kwesties. Dus sindsdien lees ik liever dingen op het internet, ik volg headlines. Als ik dingen wil weten, dan ga ik me daar wel verder in verdiepen op het internet. Ook kranten, maar dan op internet. Om je een voorbeeld te geven, hè, wat voor impact dat vroeger bijvoorbeeld toen heeft gehad op mij. En hoe ik omga met media. Sindsdien ben ik veel breder georiënteerd ook. Maar nog eens om even terug te komen op verleden zomer.
Dat was dus zeg maar dat spanningsveld wat er toen was. Nou, en de laatste maanden zie ik het een beetje kenteren. En misschien zelfs de laatste week nu ook, de laatste dagen. Ik heb ook hier en daar wat journalisten erop aangesproken. Je moet als journalist wel objectief en onafhankelijk blijven. En niet mensen gaan lopen framen, want dat is geen eerlijke vorm van journalistiek. En als ik in een interview bijvoorbeeld merk dat het daar naartoe gaat, ja, dan heb ik ook geen zin meer in dat interview, dan hoeft het voor mij niet. Ja. Dus ja, nogmaals, in deze crisis, laten we het de coronacrisis noemen, spelen heel veel interessante dingen, heel veel verschillende perspectieven, sociologisch, juridisch, economisch, psychologisch, medisch, niet te vergeten, dat is natuurlijk de number one factor hier. En ja, daar kun je nogmaals van alles van vinden. En laat ieder vooral daar zijn mening over vormen. Toevallig deze week. Die kunnen uiten. Je refereert aan Irak. Oh ja, ik weet niet hoe we daarop komen. Ineens hebben we het daarover. Misschien is het wel omdat... Nou, omdat ik parallellen zie in zeg maar wat dingen, ja. Hoe dingen gaan. Dit was een in de maatschappij. Ja, en dit was een voorbeeld. En dan heb je het over, je hebt het dus over, soms ook over massavorming en hoe algemeen gedachtegoed mede wordt gevormd. Ja, nou daar wil ik naartoe, want die Irak-oorlog, we weten van oorlogsmisdaden door de Verenigde Staten, omdat één onafhankelijke journalist of publicist, of geef het een naam, Julian Assange mention WikiLeaks, daar de schijnwerpers op zetten. En juist gisteren in Londen was de uitspraak van de rechter in de uitleveringsrechtszaak, nou we gaan hem maar eens niet uitleveren. Ja, ik vond het jammer dat het in die uitspraak vooral ging over hem persoonlijk. En dat ze daarom dan hebben gezegd van nou, die rechter zei van ik wil hem nu niet uitleveren, want het risico is te groot dat hij het niet overleeft. Enige argument was natuurlijk voorkomen legitieme reden om niet te willen uitleveren, maar het ging eigenlijk om hele andere dingen in die zaak. Zeker. En de rechter begon met een opsomming van alle dingen waarin ze de Amerikanen gelijk gaf. En dat is een groot zorgending, als je tenminste voor Assange opkomt, is dat een groot zorgending. Want als er een beroep komt, deze lagere rechter heeft Amerika op een groot aantal punten in het gelijk gesteld. Maar dat zie je wel vaker, zeker bij lagere rechters, als het politiek gevoelige kwesties betreft, of gewoon gevoelige kwesties. Dan zijn rechters toch vaak geneigd om, zeker bij de overheid heel erg tegemoet te treden. En dan bijvoorbeeld op een of andere formaliteit de andere partij toch gelijk te geven. Zonder dat het inhoudelijk heel veel schade doet aan, laten we zeggen, het grotere verhaal van in dit geval de Verenigde Staten. En het ging in deze zaak natuurlijk om heel andere dingen. Het ging om een gebrek aan een eerlijk proces, wat hij zou krijgen. Dat noem je ook wel politieke delict. Dat is een oud concept, maar voor politieke delicten, bepaalde delicten, mag je mensen niet uitleveren of volgen. Omdat het echt politieke kwesties zijn, politieke delicten. En dat speelt hier echt. Dus geen enkel vooruitzicht op een eerlijk proces in Amerika. Wat mij betreft had die daarom niet mogen worden uitgeleverd. En er speelt natuurlijk ook de persvrijheid met name. Dat als je hem zou uitleveren, dan zet je eigenlijk de deur open voor toekomstige uitlevering van wellicht allerlei andere journalisten in allerlei landen. Omdat het een precedent zou creëren. Zeker. Dat zijn de twee grote kwesties. Dus eerlijk proces en persvrijheid. En dan vervolgens zegt de rechter, ja, we zijn bang dat hij zelfmoord pleegt en dat hij het niet overleeft in Amerika. Ja, dat is op zich een heel legitiem maar er waren ook andere onderwerpen. Argument ook, maar daar ging het niet om in die zaak. Ik ben heel benieuwd hoe dat in hoger beroep verder gaat. En dat zou eenmaal worden uitgevochten waarschijnlijk tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Wij blijven dat ook volgen op een afstandje. Het is niet primair ons werkterrein of zo, maar ik volg dat ook al jaren. En Julian Assange, persoonlijk heb ik die ook wel hoog zitten. Maar om een hele andere reden, vanwege een kwestie waar ik me vroeger mee bezig hield, waar hij heel veel goed werk voor heeft verricht, om die kwestie ook op een hoger niveau te krijgen. Als je het zo zegt, moet je in ieder geval zeggen welke kwestie dan in de zin? Dat ging over de Chagos Islanders. Misschien heb je ooit gehoord van Diego Garcia in de Indische Oceaan. De allergrootste militaire basis van Amerika, buiten Amerika zelf, is in de Indische Oceaan. Diego Garcia, de Chagos Archipel, dat zijn een aantal eilanden. Maar het is weer een verhaal apart. Daar hield ik me in mijn studententijd actief mee bezig. Okay. Niet met die
het eiland als zodanig, maar de oorspronkelijke bevolking van die eilanden. Ja. Die ooit in het geheim zijn gedeporteerd eind jaren 60, begin jaren 70 naar Mauritius en de Seychellen. Ja. Om plaats te maken voor dus de grootste Amerikaanse militaire basis ter wereld. Naast Guam en in Tokio, in Japan heb je er ook een. Maar die is wel echt eigenlijk de belangrijkste ter wereld. Maar daar zette Assange ook de schijnwerpers op. Assange heeft toen via die diplomatieke correspondentie boven tafel gekregen wat er allemaal gaande was in de juridische strijd tussen die oorspronkelijke eilandbevolking en de Britten en de Amerikanen. Het is een Brits territorium geworden. Wordt ook sindsdien geclaimd door Mauritius en die hebben ook gelijk gekregen van de VN een paar jaar geleden. Anyway, dat is weer een verhaal apart, we hebben het hier over geopolitieke kwesties. Waarom ik Assange aanstipte is, mensen zeggen persvrijheid wordt uitgeleverd als hij wordt uitgeleverd. Maar ja. Ik zie iets anders ontstaan ook, want ik was bij die demonstratie, er is een parallel met wat je net zei over die demonstratie in juni. Ja. En je vorige voorzitter, Bas Filippini, was daar een van de podiumsprekers. Die demonstratie mocht niet doorgaan. Nee, en niet alleen verboden. Verboden. En ook alle andere uitingen waren verboden. Dus bloemen neerleggen voor het gemeentehuis was verboden. En het podium in een ander zaaltje organiseren was ook verboden. Dus Bas Filippini stond op een illegaal. En ik was erbij toevallig. Maar ik stond op een en hij had een hele goede speech daar. Dus het was supergoed dat jullie daaraan meededen. Die speech had inderdaad. Die trok ook heel veel kijkers op. Dat heeft hij goed gedaan. Het ding is. Nogmaals, ongeacht wat je verder ervan vindt. Maar die speech die heeft echt wel een snaar geraakt op dat moment. En ik kreeg echt vanuit. Allerlei mensen kregen we toen ook berichtjes en e-mails. Ja, nou, ik had zoiets van. Met alle respect, en ik bedoel het op een lieve manier. Maar ja, zo'n rechtszaak over een saai onderwerp. Saai als in privacy, want maak het maar een sexy, het is best lastig. Dat trekt niet altijd publiek. En wat Bas daar deed, dat raakte je. Dus dat was goed. Dat was een hele authentieke speech. En ja. Zoals Bas dat ook wel goed kan. En in het verleden vaker deed voor Privacy First. Maar wat ik wilde zeggen. Ja, die demonstratie hadden ze verboden. Dat was eigenlijk een hele domme zet natuurlijk. Want als je zo'n demonstratie verbiedt, dan trekt het alleen maar meer media, meer aandacht. Meer mensen die erop afkomen, ook juist daardoor. Weet je. Dus dat is eigenlijk dom als je dat soort dingen gaat verbieden. En sindsdien is dat ook geloof ik minder of nu nog nauwelijks gebeurd. Maar wij hebben het zelf ook meegemaakt, want wij waren ook in april al eigenlijk van plan om als Privacy First om een demonstratie te organiseren in Amsterdam op het Museumplein. Dat was toen intern een idee bij ons om dat te gaan doen in april of zo. En toen had ik contact opgenomen met de gemeente Amsterdam. Dat was toen echt in het begin van de coronacrisis. Hè? Dus toen stond alles nog heel, heel erg op scherp, zullen we maar zeggen. Nou, en toen vanuit de gemeente Amsterdam kreeg ik gewoon doodleuk te horen dat we wel mochten. We mochten wel een demonstratie organiseren met één persoon. Eén persoon, letterlijk hè. Eén persoon. Eén persoon per keer of zo. Of weet ik veel hoe je het dan moest je er een estafette-demonstratie maken. Echt belachelijk. Dus. Toen hebben wij ook meteen gezegd, dat werd dus eigenlijk min of meer verboden toen. Toen dachten we van ja, dat wordt een belachelijke demonstratie, laat dan maar zitten. Ja. In het beste geval kun je er een estafette demonstratie van maken met 1-2 mensen per keer met een spandoek op Museumplein. Slaat helemaal nergens op. Maar dat was toen helemaal aan het begin, in april. Ja. En toen hebben we dat eventjes laten varen, dat idee. En toen kwam later viruswaarheid ontstond, dus zeg maar. En die zijn toen heel erg veel gaan demonstreren. En toen hadden wij zoiets van, ja, dan hoeven wij het ook niet meer zelf te doen. En laat anderen dat maar doen. En nogmaals, dat is gewoon een maatschappelijke rol die organisaties vervullen. Ongeacht wat je ervan verder van vindt. Maar dat is gewoon wat op zich gezond is in een democratische rechtsstaat. Dat mensen zich vrij kunnen uiten over welk onderwerp dan ook. En daarvoor kunnen demonstreren. En als dat opvattingen zijn die anderen tegen het been stuiten of beledigend overkomen of wat dan ook, of radicaal worden gevonden, ja, jammer. Hoe cares? Als het tegen de wet is, is het dan het moet wel gehoord kunnen worden. Precies. En vervolgens kun je, als je dat wil, ook weer natuurlijk pareren. Of zeggen van, ja, maar dat is allemaal onzin wat je daar liep te roepen. Zo werkt het in een vrije democratie en dan komt vanzelf de beste mening uiteindelijk bovendrijven. En alle onzinmeningen die verdwijnen dan op. Mening is een mening. Weer. Ik heb geen mening over andermans mening. Wat je in het begin mening zei. Is een mening. Maar Privacy First houden we ons wel graag aan feiten, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar dat is jullie wij ding. Opereren puur op basis van feiten. Zo is dat. En als wij de feiten niet weten, ja, dan hebben we ergens ook bijvoorbeeld geen meningen over. Ja.
Maar zo werkt het ook wel als maatschappelijke organisatie, vind ik, moet je wel altijd uitgaan van de feiten. En die moeten dan ook echt onomstotelijk vaststaan. En dan kun je daarop beroepen in de politiek en in de rechtszaak. En, maar het is toch niet zo anders, dat... Anders ben je niet legitiem bezig. Het is niet zo dat... je refereert een viruswaarheid in het begin van het gesprek zei... Ja, als zo'n club zo vocaal is... Dan heeft dat misschien als effect dat het andere een beetje stil maakt of wegdrukt. Maar dat is niet waar gewoon. Wacht even. Het andere denkt van, nou ja, dan ga ik me maar niet uiten. Ja. Nee, niks ervan. En dat is niet goed voor, vind ik, het democratische proces. Zo werkt dat niet. Ik was bij de Piratenpartij in die verkiezingen in 2016. Ik was de enige die al die stukjes schreef op dat moment op de website. Ik deed de blogjes. En mensen zeggen, Rico, nou ophouden met typen, want anders hebben andere mensen geen plek. Dat is gewoon niet waar. Rico hield op met typen. Niemand anders begon te typen. Ja. Wat je moet doen, en dat is wat virus waar het supercool doet, is zeggen, nou, wij gaan demonstreren, doe zelf ook. Ja, je kunt ze hooguit kwalijk nemen dan dat ze te effectief zijn, of dat ze, ja, dat ze heel erg gedreven hun ding doen. Ik was op een demonstratie. En heel veel andere organisaties zouden ook kritisch kunnen zijn, maar zijn dat niet? Of blijven om welke reden ook, blijven ze blijkbaar passief? Nou, dit is mijn vraag aan jou. Want jij bent jurist. Een van de dingen die viruswaarheid veel doet, is kort gedingen starten. Ja. Waar ik mopperig op ben, dat wil ik dan aan jou vragen. We hebben het hier echt over hele goede voorbeelden over artikel 10, artikel 11 van onze grondwet. En hoogleraren staatsrecht zeggen ook, dit kan dus gewoon echt niet, Mark Rutte, Vert Grapperhaus en de rest van... Wat jullie doen is tegen de grondwet. Dus in ieder geval wat hoogleraren staatsrecht zeggen... En dan denk ik, waar zijn ze dan in die rechtbank? Moeten zij dan niet voor hun vak en hun discipline opkomen? Waarom zijn er alleen maar die kortgedingen van viruswaarheid? Waar zijn al die andere mensen die een rechter bij halen? Nou, dat is precies het fenomeen wat ik dus net ook bedoelde te zeggen. Heel veel academici en andere organisaties zouden zich ook kritisch kunnen uiten. En bijvoorbeeld een rol spelen ook bij zo'n rechtszaak als getuigendeskundige of met een zogeheten amicus curiae brief. Standpunten inbrengen, et cetera, et cetera. Maar zij willen dan blijkbaar niet geassocieerd worden met die demonstratie of met die rechtszaak. Dat kun je toch zelf doen? Ga dan gewoon zelf naar een rechter? Je kan toch gewoon een geding starten? Dus dat fenomeen krijg je dan dus. En indirect, ik wil het nog wat verder doortrekken, indirect kan het soms zelfs de overheid in de kaart spelen als zeg maar, noem het de gematigde critici of gematigde intellectuelen in dit land, thuis braaf de krant lezen, maar wel zelf ook een kritische mening ontwikkelen, maar zich niet durven te uiten, omdat ze bang zijn om geassocieerd te worden met sommige radicale anderen. Dan speel je dus indirect. Op die manier wordt dan de overheid eigenlijk in de kaart gespeeld. Omdat je dan een maatschappelijk debat hebt met een paar groeperingen en verder een heel groot vacuüm. En that's it. En dat is wel vervelend. En ik hoop persoonlijk dat de komende tijd dat meer mensen zich wat kritischer durven te uiten hier en daar. En dat dat je een kentering gaat zien. Net zoals dat je in het verleden ook zag met weer oorlogen, Irak, Afghanistan, martelingen, waterboarding, Guantanamo, noem het maar op. Duurde het ook heel lang voordat zeg maar de gemiddelde professor zich eindelijk eens een keer ook kritisch durfde te uiten. En voordat zeg maar de Amnesty Internationals en Human Rights Watchers van deze wereld dusdanig veel tamtam gingen maken, dat het ook echt effect had. En er zit gewoon een tijd tussen, helaas. Er zit tijd tussen. En het is ook zelfcensuur. Niels Meltzer, dat is toch de speciale rapporteur van de Verenigde Naties. Zelfcensuur. Die gewoon niet het dossier van Assange wil oppakken, want er is allemaal laster over gedaan. Maar het was dus ook gewoon laster. Wie deed het? Niels Meltzer, die is aangesteld als rapporteur. We hebben als Verenigde Naties met elkaar afgesproken dat we in de wereld niet martelen. Nou, als je dat zo afspreekt met een verdrag, dan richt je ook een orgaan binnen de VN op. Hè, de afdeling, wij controleren dat er inderdaad niet gemarteld wordt. En daar is Niels Meltzer als rapporteur voor aangesteld. Als er dan ergens een verdenking is van martelen, dan gaat Niels dat onderzoeken. En de verdediging van Assange, die klopte aan bij de Verenigde Naties Niels Meltzer en zei, volgens ons... Wordt Assange gemarteld, moet je daar eens niet naar kijken. Oh, en Meltzer zei in een interview, en ik zal het ook linken hieronder, kunnen mensen dat terugzien. Ja. Van ik wilde eerst niet, want ik hoorde allemaal die rare verhalen in de media.
Nou, die media de afgelopen 10 jaar is gewoon rare verhalen gaan vertellen over Assange. Dat komt in de krant. Ja, klopt. Je moet me even helpen herinneren. Niels Meltzer, die was van de VN. Welke positie heeft hij ook alweer? Special Rapporteur on Torture. Ik dacht juist dat hij het voor hem had opgenomen. Ja, zeker. Hij ging het dus wel doen. En nu is hij bijna activist gewoon. Is hij nog steeds rapporteur of niet? Dat weet ik niet. Er zijn wel meer special rapporteurs geweest van de VN. Dat noem je de UN Special Rapporteurs. Ja. Nou, op een heel scala aan onderwerpen heb je special rapporteurs. Dat zijn soms hele kritische mensen. Ook met betrekking bijvoorbeeld tot het conflict in Israël en Palestina. Er zijn allerlei voorbeelden van special rapporteurs de laatste jaren. Die soms hele kritische standpunten innamen en vervolgens kapot werden gemaakt door bepaalde landen. Ja, ja. Nou, Meltzer zit volgens mij nog steeds in functie. Dat zie je wel vaker, dat is op zich niks nieuws. Ik dacht dat hij het juist voor Assange had opgenomen. Dat heeft hij ook, ik wilde afmaken. Hij is in dat dossier gedoken, met artsen Assange onderzocht, marteling, de gevolgen van martelen vastgesteld en is vervolgens heel vocaal geworden naar Amerika en Engeland toe. Van jongens, wat is hier aan de hand? En die zeggen dan, ja, daar herkennen we ons niet in en dan ligt het stil. Maar dat is een ander dossier. Ik wil even terug naar Nederland. Ja. Er zijn wel rechtszaken en ik zou willen dat er meer waren. Maar in die zin ben ik trots op Viruswaren dat ze dat dan toch maar doen. Afgelopen woensdag was er een kort geding tegen de staat. Want als je nu in het buitenland bent, mag je je land niet in, tenzij je in een bepaalde taal opgesteld negatieve PCR-test laat zien. Ja, ik zeg het zo expliciet, omdat als jij in een Portugees sprekend land, of in China of in Rusland, een negatief PCR-test laat zien, dan telt het niet. Want dan kunnen ze dat met het vliegtuig niet lezen. Jij moet zo'n ding laten zien, anders mag je het vliegtuig niet in terug naar Nederland. Dat mag niet van onze wet, volgens mij. De internationale verdragen zeggen, ben je staatsburger, dan mag je terug naar je eigen land. Nederland heeft dat aangepast. Viruswaarheid bracht dat, tenminste Jeroen Pols, de jurist van Viruswaarheid, bracht dat voor de rechter en heeft gelijk gekregen op Oudjaarsdag. Klopt. En dan zegt Grapperhaus, denk ik, of Mark, ik weet het niet, die zegt, ik herken me er niet in. Maar ze zijn wel afgelopen weekend een aanpassing aan die wet gaan typen om vervolg te voorkomen. Daar diende vandaag een nieuw kort geding over. Samen met 30 mensen die nu in het buitenland gestrand zijn, omdat ze of geen PCR-test willen ondergaan, omdat ze daar mening over hebben, een andere discussie, of omdat ze het niet kunnen. Ja, dat zag ik, ja. Ik volg al die rechtszaken natuurlijk van een afstandje. En ik heb ze eerder vorig jaar ook wel eens hierna een tip of een advies gegeven. Bijvoorbeeld als het ook ontvankelijkheidskwesties gaat, want dat is best wel een lastige materie waar wij toevallig veel ervaring mee hebben. We willen ook niet dat rechtszaken negatief uitpakken en vervolgens schade kunnen werken voor privacy first. Dus ik volg al die rechtszaken van een afstandje. Dat geldt trouwens voor meer rechtszaken. We proberen zoveel mogelijk rechtszaken te volgen van andere organisaties ook, voor zover het invloed kan hebben op ons werkterrein. En dat zeg maar hier en daar positief ook te beïnvloeden of sterker te maken. Ja. Mits het legitieme zaken zijn. En dit zijn wel legitieme rechtszaken. Het gaat hier inderdaad om het recht op lichamelijke integriteit. En met name het recht om altijd naar je eigen land terug te kunnen reizen. En dat is een heel klassiek burgerrecht. Ja. Gaat eigenlijk al terug naar de middeleeuwen zelfs. De Britse Magna Carta, het verbod van verbanning naar de middeleeuwen. Dat hangt daar allemaal mee samen. En sindsdien heb je als klassiek mensenrecht het recht om altijd je eigen land te kunnen verlaten. En om altijd naar je eigen land te kunnen terugkeren. En er bestaan vrijwel geen uitzonderingen op dat recht. En dat speelt hier met name. Ik vond het jammer dat de rechter daarover niks zei in het vonnis afgelopen oudjaarsdag. Hopelijk alsnog nu in die nieuwe zaak. Ik ben benieuwd wat er mee gebeurt. Het woord bannelingen is meerdere malen gevallen vandaag in de rechtszaak. Oh ja? Nou, volkomen terecht, want daar stamt dat recht wel van af. Het verbod van verbanning. We kennen allemaal het verhaal van Napoleon vroeger op Sint Helena. En dat is een bekend voorbeeld, maar ja, verbanning was gewoon ook een straf vroeger en uiteindelijk is dat verboden verklaard, het verbannen van mensen. En daar is dit universele mensenrecht uit voortgevloeid. Maar het is eigenlijk een recht wat nauwelijks wordt ingeroepen, nauwelijks gebruikt de laatste jaren of decennia. Maar nu opeens in de coronacrisis is het eigenlijk weer actueel. Ja, ik ga met jou mee. Het is tegen natuurlijk, ik ben het er niet mee eens. Ik ben het niet met je eens, maar ik ga nu even mee in je redenatie dat Viruswaarheid in de weg zit en veel te veel lawaai maakt en vocaal is. Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat, zeg maar, ik wil naar een vraag toe. Soms Okay.
Anderen denken dan van ja, maar als ik dan ook daar kritisch word, dan word ik daarmee geassocieerd. Prima. En dat wordt vooral door media veroorzaakt. Maar even, dus dat wil ik aan de zijkant leggen. Laten we daarvan uitgaan. Stel dat ze er niet waren. Ik heb hier te maken met een land dat als eerste in de wereld zegt, mijn onderdanen zijn hier niet meer welkom, tenzij ze een lichamelijk onderzoek ondergaan. En dat Nederland die dat als eis stelt, en dat kan gewoon niet in de internationale verdragen. Stel dat er geen viruswaarheid was, stel dat Jeroen Pols er niet was, wie had het dan moeten doen? Nou ja, daarom zei ik ook, het is een volkomen legitieme rechtszaak die gevoerd wordt. Die hele beweging is in die zin ook legitiem. Dat is gewoon een volksbeweging die ontstaat voornamelijk als er een maatschappelijk vacuüm is. En dat hebben we in het verleden ook vaker gezien. Als er een maatschappelijk vacuüm is, als niemand iets doet op een bepaald onderwerp, ja, dan komen er vanzelf mensen bij elkaar en die organiseren zichzelf. Ja. En die beginnen een nieuwe beweging of een stichting of een vereniging en die timmeren behoorlijk aan de weg. En die krijgen dan alle media en alle aandacht. Ja, zo werkt het. Waarom? Omdat de rest van het land erbij staat en er naar kijkt, inclusief alle zogenaamde kritische intellectuelen. Die denken van nou, ik wacht even af hoe het zich ontwikkelt en als het allemaal goed komt, dan ga ik me achteraf alsnog kritisch uit. Dan heb ik andere vragen aan jou. Ook dat hebben we in het verleden vaker gezien. Wat we ook hebben gezien, en dan doe ik even een plug. Zo, hop. Ik was dus afgelopen zaterdag op een demonstratie van maar 50 of zo mensen op Museumplein in Amsterdam. En dat ging over Assange. De dag voor de uitspraak van de rechter kwamen we voor Assange op. Ik heb die posters meegekregen van die mevrouw. Dus dat is heel klein en Assange is gemarginaliseerd. Niemand schrijft erover. En ik zat de buitenlandcorrespondent van de NOS ook gewoon weer te twitteren van nou, kom op nou Tim de Wit. De Assange uitleg moet je hier niet. En hij zei iets over een postzegelverzameling geloof ik en over Brexit, maar niet over Assange totdat die uitspraak er was. Er werd niet over gesproken. Je zegt net, de media gaat met z'n allen op viruswaarheid. Ja, het zal wel. Maar er is ook een buitenparlementaire onderzoekscommissie in Nederland. Dat zijn gewoon burgers die zeggen, Tweede Kamer, jullie moeten het beleid van Rutte onderzoeken. Doe je niet, doen we het zelf wel. Ik ben daar dat is precies hetzelfde fenomeen. Maar de media-aandacht is compleet anders. Ik ben daar de perswoordvoerder van. Mm-hmm. Nou, dat zal er niet mee te maken hebben, maar er is nul aandacht in de pers. Die indruk heb ik ook inderdaad. Hoe kan dat nou? Ja, het is interessant. Ik denk dat als eenmaal jullie werkzaamheden afgerond zijn en je hebt bijvoorbeeld een eindrapport. Ik ben er zelf niet bij betrokken, hè? Maar ik heb het gezien op een afstandje. Ik weet wat jullie doen. Nou, op zich prima. Als daar dan binnenkort een eindrapport komt, dan zal er heus wel wat aandacht voor komen, toch? Mag je ook. Nou, ik heb dus dat zal ik dan hier met je delen. Ik heb dus een persbericht gemaakt. En mensen kunnen er wat van vinden. Ze kunnen het ook teruglezen. Het staat gewoon op de website. Mm-hmm. En dat probeer ik dan te verkopen. Want dan kan je geld betalen aan ANP. Die distribueert dat dan naar mediakanalen. En toen ze het persbericht lazen, zeiden ze, nou, we willen het contract wel ontbinden. We gaan deze maar eens niet rondsturen. Mm. Okay. Zo slecht was mijn persbericht ook weer niet. Ja, fascinerend. Maar Rico, we leven in interessante tijden. Zeker. Nou, in ieder geval, wat ik naartoe wil, is jouw voormalig voorzitter, Bas Filippini, die heeft gisteren getuigd in die buitenparlementaire onderzoekscommissie en heeft dingen gezegd over de privacy aspecten van het beleid van Mark Rutte in de coronacrisis. En een van de punten waar hij kritisch op was, mensen kunnen dat terugzien en teruglezen, het is een heel, heel verhaal. Maar dat zag ik net op jouw website ook terug. Een van de punten waar je nog mee bezig bent. Bewaarplicht, data, locatie van de telecommunicatie. Met andere woorden, waar ik ben met mijn telefoontje, wordt dat opgeslagen? Is daar een wet voor? Hoe werkt dat? Nou, er ligt inderdaad een wetsvoorstel om massaal telecom locatiedata te gaan gebruiken in de strijd tegen corona. Dat hebben we ook actief bekritiseerd, meerdere malen, Privacy First en met ons ook vele anderen. Waaronder Bits of Freedom, et cetera. Mijn indruk is dat het wetsvoorstel nu een beetje stil ligt. Omdat er gebleken is dat heel veel politici daar toch wel kritisch op zijn. En bijvoorbeeld D66 wellicht gaat tegenstemmen. Ik denk dat er momenteel gewoon niet echt een meerderheid voor is in de Tweede Kamer. En ik zie telkens maar het moment voor de behandeling van die wet in de Tweede Kamer uitgesteld worden. Dus wellicht komt van uitstel afstel. We volgen dit ook sinds de zomer. En het is inderdaad niet een wet waarbij ieders mobiele telefoon voortdurend wordt gevolgd. Dat is echt onzin. Voor zover ik weet, en ik heb het wel bestudeerd, gaat het daarbij voornamelijk om statistieken en anonieme data. Al blijft wel de vraag hoe anoniem is anoniem en is het niet alsnog herleidbaar en koppelbaar. En er zitten altijd weer risico's aan. Maar mijn eigen indruk is,
dat het daar vooral gaat om anonieme statistieken per gemeente, van het aantal telefoons per gemeente en de bewegingen tussen de telefoons van locatie A naar B, maar wel geanonimiseerd. Ja. Al kunnen mensen daardoor natuurlijk wel het gevoel krijgen dat ze massaal worden gemonitord. En ik denk dat als je die wet alsnog gaat invoeren, en nogmaals, ik hoop dat van uitstel afstel komt en dat die wet niet meer wordt ingevoerd. Op dit moment lijkt me sowieso ook onzin, want we zitten nu in een lockdown. En hoeveel mobiliteit is er nou eigenlijk nog? Ik bedoel, ja. Kijk, ik zit hier in een kantoorlocatie in Amsterdam. Er is bijna niemand. Ja. Het is best wel stil. Het is ook stiller op straat. Het is stiller op de snelweg. Ik zie nauwelijks nog files. Weet je, het valt allemaal wel mee met die mobiliteit. Dus ik denk dat wetsvoorstel überhaupt momenteel helemaal niet meer relevant is. Niet meer legitiem. Ik denk dat het niet eens meer zal worden behandeld. Okay. Dat hoop ik ook. En ik vond dat, het is ook hier en daar aangepast. En uiteindelijk had ik daar minder zorgen over dat wetsvoorstel. Dan over die coronanoodwet. Ik bedoel, dat was echt een draconische wet. Die spoedwet, ja. Die echt veel te veel macht gaf aan de minister, de ministers. Nou ja, dat waarbij het parlement voor een deel gewoon echt buitenspel werd gezet. En de Eerste Kamer eigenlijk buitenspel is gezet, voor een groot deel, nog steeds. En waarin allerlei dingen stonden in ieder geval de eerste versies. Ja, dat ging zo verschrikkelijk ver. Tot en met mogelijke controle achter de voordeur, torenhoge boetes. Ja, in mijn interpretatie dat ging gewoon 10 stappen te ver. En daarom hebben we ook kritisch geageerd. Vervolgens werden hier en daar wat dingen verbeterd. En heeft het parlement wat meer controlebevoegdheden inmiddels. Het is nog steeds maar weinig hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dat is de ding. Afgelopen woensdag is de regering Rutte op zijn vingers getikt. Van jongens, Nederlanders moeten gewoon terug naar Nederland kunnen. En onder die spoedwet zijn ze dit weekend een aanpassing gaan typen. Ja. Dat hadden ze volgens mij niet gekund zonder die spoedwet. Dus de eerste handeling die ze doen is eigenlijk gewoon meteen illegaal, vind ik. Dat is ook het enige wat ze konden doen eigenlijk, denk ik. Want wat ze natuurlijk hebben gedacht is... Ze konden die regeling terugdraaien. Ja, in eerste instantie gingen ze het vonnis heel erg lopen bagatelliseren in de Tweede Kamer. Dat deed dan minister Hugo de Jonge. Maar Hugo de Jonge die doet helemaal niks. Dat doen zijn ambtenaren. De topambtenaren, die weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Die souffleren al die ministers... En als je het hebt over een minister, dan heb je het eigenlijk altijd over de ambtenaren achter de minister. Maar dat is weer een ander verhaal. laten we iets... De minister begrijpt soms zelf nauwelijks waar hij mee bezig is. Maar dat zijn dan de topambtenaren die de brieven opstellen, enorme dossierkennis hebben en heel goed weten hoe ze moeten manoeuvreren. Ja, dat pleit ze niet vrij. Nee, komen totaal niet, maar die zitten dus wel op de achtergrond. Ja, ja. En die blijft 10, 20 jaar zitten. Dus je hebt vaak met dezelfde ambtenaren te maken, heel lang. Ja, dat is ook misschien wel een... Dat is weer een verhaal apart. Nou, die richting ligt misschien een oplossingsrichting ook. Even terug te komen op dat vonnis. Het verbaast me niet helemaal dat ze dus met de ministeriële regeling dat vonnis proberen te counteren. Want vanuit hun perspectief was dat waarschijnlijk het enige wat ze konden doen. Ze willen ook geloof ik nog de wet zelfs gaan aanpassen. Nou, dat zal wat langer gaan vergen. De vraag is of dat gaat lukken, of dat überhaupt door de Tweede en Eerste Kamer heen komt. De vraag is met name of de rechter hierin meegaat. Want die rechter, ja, die voelt zich natuurlijk dan ook een beetje... Je hebt het niet gevolgd. Ik zal je verslag doen. Ik zal je verslag doen wat er gebeurde. Wordt overruled door nieuwe wetgeving binnen een paar dagen. Deze rechter had dus op de 30e dat korte geding. En dat de 31e, terwijl dat zegt hij ook letterlijk vanochtend in de rechtszaal. Terwijl andere mensen oliebol aan het bakken waren, was ik dus dat vonnis aan het schrijven. En ik heb dat de hele nacht gedaan. Dat pleit wel voor die rechter trouwens. Ja, nee, maar hij had dus ook kunnen zeggen, ik ga deze 3 mensen terug naar huis laten vliegen. Want de afgelopen woensdag was dat de rechtszaak van 3 mensen in een concreet buitenland. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft gezegd, ik ga niet alleen voorziening treffen voor die 3 mensen. Hij heeft gewoon een vonnis geschreven. En daar heeft hij ook gewoon gezegd, dat de eisers gelijk hadden. Dus in die zin is de reactie van de ministers... Ja, ik vond het die rechter mag voor mij echt een pluim krijgen. Nou, die rechter want stond vanochtend... We zien al 10 jaar lang dat rechters toch vaak de overheid graag ter wille laat me nou uitpraten. Even stil. Ja, die rechter heeft dus ook het kort geding vanochtend gedaan. Dezelfde rechter. Dezelfde weer, meneer Vetter geloof ik. Meneer Vetter. En die zegt, jongens, ik heb dus afgelopen... nu parafraseer ik, maar ik heb dus mijn oliebollen overgeslagen en de hele nacht doorgewerkt voor jullie. Dat ga ik nou niet doen. Dus geef me een paar dagen en ik oordeel uiterlijk maandag, maar misschien eerder als het eerder af is. Mijn indruk van deze rechter was
dat hij hetzelfde soort vonnis gaat doen als hij de 31ste deed, namelijk viruswaarheid gelijk geven, maar dat hij nu even zijn huiswerk echt nog beter gaat doen, omdat het wel een heel beladen zaak is. Ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ik vermoed ook dat het inderdaad dezelfde soort vonnis weer zou kunnen gaan worden. Want volgens mij is het qua wetgeving, in de zin van wetgeving op niveau van parlement, wet in formele zin, is er volgens mij niks veranderd. Nee. En dat moet uiteindelijk de basis kunnen bieden voor dit soort dingen. En dat is dus nog steeds niet zo. En de ministeriële regeling, ja, dat is allemaal leuk en aardig, ministeriële regelingen. Maar dat moet wel weer gebaseerd zijn op een deugdelijke wettelijke grondslag, echt een formele wet. Dus ja, ik denk dat wat dat betreft viruswaarde nog steeds een sterke zaak heeft. We blijven deze zaak volgen. Er komt ook nog hoger beroep ongetwijfeld. Ja. Dit zal een heel juridisch gevecht worden. Maar ja, nogmaals, gewoon een legitieme zaak. En wij zijn heel benieuwd naar de uitkomst. En ja, er zijn heel veel mensen in het buitenland die zijn gestrand of hebben kosten moeten maken, werden hierdoor overvallen in de periode rond de kerst. Nou, nu weer. Ik werd zelf gisteren nog gebeld door iemand die zit in Finland en die wist dit ook niet. En die zei van ja, ik moet nu even gaan afwegen van, wil ik in Finland blijven of niet? Want wat is het risico als ik terug ga naar Nederland? Kan ik nog terug naar Finland? Want andere landen nemen ook dit soort maatregelen. Dus je kunt sowieso steeds moeilijker reizen. En die PCR-test, volgens mij is dat niet iets wat alleen Nederland nu doet. Er zijn ook andere landen die dat verplicht stellen. Zo'n negatieve PCR-test. Nou ja, dat is ook een andere discussie. Maar dat gaan we nu niet doen. We gaan nu naar een afronding toe. Ja. Maar even, je maakt een voorbeeld van Finland. Ik wil er nog wel even bij gezegd hebben. We zijn privacy first. Dus wij leggen altijd de nadruk op het recht op privacy. Ja. Maar er spelen met name in deze crisis natuurlijk talrijke andere mensenrechten. En primair het recht op gezondheid. En dat is ook een mensenrecht. Dat vergeten mensen wel eens. Maar het recht op gezondheid bestaat ook al sinds de jaren 60 als universeel mensenrecht. En dan kun je over discussiëren wat het precies inhoudt. Maar de hoogst mogelijke graad van volksgezondheid is wel ook een internationale plicht voor alle landen. En toegang tot gezondheidszorg, kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg. Het geeft de minister geen recht om andere grondrechten te beperken. Nee, nou ja, je moet ze dus tegen elkaar afwegen. Je moet ze met elkaar in balans brengen. Het ene mensenrecht gaat zelden boven het andere mensenrecht. Er zijn maar heel weinig mensenrechten die echt absoluut zijn. De meeste zijn toch... Daar wordt nu aan getornd. Dat is dat ding van terug. Daar wordt nu aan getornd. Dat is je nationaliteit en terug mogen naar je eigen land. Ja, dat is best... Dat terug kunnen keren naar je eigen land is een relatief absoluut recht. Klopt. Er zijn maar weinig inperkingen op. Dus dat vind ik persoonlijk nog steeds het sterkste aspect van deze zaak. En het recht op lichamelijke integriteit, ja, sorry, maar dat is geen absoluut recht. Het is wel een van de sterkste mensenrechten trouwens. Want het hangt weer samen ook met bijvoorbeeld, nou ja, om het even heel ver te trekken, het verbod van marteling, dat is dan wel weer een absoluut recht. Het hangt samen met het recht op leven. En dat is wel een heel sterk recht. Het recht op lichamelijke integriteit valt onder het recht op privacy. Maar het werkt vaak sterker dan andere rechten die ook in het geding kunnen zijn. Maar nogmaals, het is wel lastig, want ons werkterrein zit ook vol met dilemma's. Ik wil ook niet een vliegtuig instappen als iemand zit te hoesten en iemand heeft corona en die besmet het halve vliegtuig. Ja, ik kan me ook voorstellen dat de meeste mensen denken van, nou, ik vind het een hele verstandige maatregel. Dat valt terug op die media waar je het net over had. Want wat ook in de rechtszaak gezegd is, leg me uit hoe effectief die test dan is. Waar staat dat ding het doet? Want het wordt ook bestreden dat die doet. Ja, dan krijg je dus weer dat soort discussies. Nou, een heel valide discussie, want als jij een grondrecht wil beperken, dan moet je onderbouwen dat proportioneel is. Wat is je onderbouwing? En de staat onderbouwt het niet. Er is geen onderbouwing. Wat is het alternatief, hè? Want wat is dan bijvoorbeeld op dit moment een betere test die voor iedereen wereldwijd beschikbaar is en die heel snel werkt en kwalitatief hoogwaardig is? Wat is dan nu het alternatief? Nou, maar dan doe je voorkomen alsof een test voorwaardelijk is of zo. Je moet eerst kijken van hoe erg is het, hoeveel mensen worden er ziek, hoeveel mensen gaan er dood. Maar het zijn lastige discussies, want je zit ook natuurlijk toch, vind ik, in ieder geval in een crisis. En je hebt te roeien met de riemen die je hebt.
En ik bedoel, ik hou dat... Sorry dat het licht hier weer uitvalt. Dat is geen probleem, dat is wel grappig. Ja, ik ga ook uiteindelijk dan terug op mijn eigen ervaringen vroeger. Ik reisde vroeger veel en ik heb 20 jaar geleden ook wel eens een virus opgelopen. Ergens in, wat was het, in Indonesië. 3 maanden lang enorm lopen hoesten en vervolgens nog 10 jaar lang last van mijn longen gehad. Dus ik moet je eerlijk zeggen, ik persoonlijk ben de laatste persoon om dit soort dingen te onderschatten. En ook als je bijvoorbeeld niet doodziek wordt of niet sterft, kun je wel degelijk ook langdurig gevolgen houden van dit soort, als je ziek wordt. Ieder mens reageert er weer anders op. Ja, en je kunt zeggen van ja, maar sterftepercentage is heel laag. Ja, maar als jij bijvoorbeeld, als je ziek wordt en het triggert een andere aandoening en verergert het dusdanig dat je daaraan overlijdt, ja, dan vind ik het niet minder erg dan dat het alleen maar puur zou zijn vanwege het virus. Snap je wat ik bedoel? Nee, dus ik vind nee, dat, nee helemaal dat, niet. Wat dat betreft vind ik moet je wel genuanceerd blijven in de discussie. Sowieso. Ja, in crisistijd heb je ook te roeien met de riemen die je hebt. Ja, nou, er zijn riemen aangeboden aan Hugo de Jonge. Die zegt, ik heb een ziekenhuisprobleem, een capaciteitsprobleem. Volgens mij heeft hij vooral een personeelsprobleem en te veel bezuinigd probleem onder 10 jaar Rutte. Ja. Er zijn honderden ziekenhuisbedden in een groot ziekenhuisschip aangeboden. En dan zeggen ze, hoeven we niet. Dus er is capaciteit, we hebben een capaciteitsprobleem. En de Jonge zegt, hoef ik niet. Ja. Nou. Ja, ik denk inderdaad dat er zijn ongetwijfeld fouten gemaakt. Maar daar heb ik zelf te weinig kennis van. Ja. Laten we afronden naar... Genoeg. Ik vind wel... Ja, dit gaan we nog 2 uur doorpraten. We gaan naar een afronding. Oh ja, je kunt die hele avond over. Ik wil... Dat doen heel veel mensen. Ik wil naar... ik ben wel... Ja, nou, dat moet ook. En sowieso. Ja, als dat we, is prima. Die, dat is die dialoog prima. Is alleen maar goed. Ik zie het... Ik wil wel... Wij zijn al... Ik ben wel een optimist. Ik zie het wel goed komen. Ik denk niet dat wij nog jarenlang zo diep in deze crisis zullen zitten als nu. Ik denk zeker dat er volgend jaar, vanaf de lente of zo, dat er een kentering zal gaan komen. De goede kant op. En weet je, ik bedoel, ook als Privacy First, we zijn een mensenrechtenorganisatie. Mensenrechten en het werk wat mensenrechtenorganisaties doen, sinds de jaren 40, Tweede Wereldoorlog, is niet gebouwd op cynisme. Is niet gebouwd op paranoia, maar is gebouwd op een positieve grondhouding. Genuanceerde positieve grondhouding, gebaseerd op feiten. Stop daar. Wat superleuk is aan Privacy First, en dat is dan de afronding waar ik naartoe wil, is dat de mensen kennen misschien de Bits of Freedom Award of zo. En dat is dan negatief. Big Brother Award. Big Brother Award. Hij heeft het slechtste gedaan. En dan krijg je op je kop. Want jij krijgt de lode lookie of de slechte award. Jullie hebben ook een award. Maar jullie doen het positief. Hey, die heeft iets goeds gedaan. En op 28 januari is weer de Europese Dag van de Privacy. En dan organiseren jullie je... jij moet maar vertellen. Wat ga je 28 januari doen? En in mijn naïviteit dacht ik, zal ik er heen gaan? Zal ik er niet heen gaan? Je kunt er niet heen gaan, want het is geen fysiek evenement. Dat las ik net. Wil je vertellen wat je gaat doen 28 januari? Hoe kunnen mensen meedoen? Dit keer wordt het hoogstwaarschijnlijk online. Ik ga er nog steeds vanuit dat het gewoon doorgaat. Maar zelfs dat weet je natuurlijk nooit zeker in deze tijd. Wij organiseren ieder jaar op 28 januari de Nationale Privacy Conferentie samen met ECT, het Platform voor de Informatiesamenleving. Dat is een groot platform. Ieder bedrijf en overheid die in Nederland iets doet met digitalisering is daarbij aangesloten. Dat is voor ons in die zin ook een strategische partner. 28 januari is de Europese Dag van de Privacy. En hebben dus dat congres, dat deden we altijd in Nieuwspoort in Den Haag, met maximaal 200 mensen, vooral professionals. Uit ons eigen netwerk en het netwerk van ECT. Dus we hebben het vroeger ook nooit zo heel breed publiekelijk aangekondigd. Want ja, ik kon er maar 200 mensen in de zaal. En als je er 5000 uitnodigt, is het wel heel lullig voor die 4000 mensen dat ze niet kunnen komen. Corona geeft dus opportunities. Nu doe je het online. Ja, dus, inderdaad. Ieder nadeel heeft voordeel, om het kraag te spreken. Dus nu wordt het waarschijnlijk een online evenement. Dan kunnen er meer mensen bij betrokken zijn, aan deelnemen. En als onderdeel van het evenement hebben we ook altijd de Nederlandse Privacy Awards. Ja. Een beetje de positieve tegenhanger van de Big Brother Awards. Wij reiken prijzen uit. Wij reiken prijzen uit aan bedrijven en overheden die echt privacy bevorderend bezig zijn met een bepaald product of een bepaalde dienst. Of iets in wat ze doen. Voor overheden, bedrijven, organisaties, met ook aanmoedigingsprijzen, et cetera.
Jaren geleden gaven we de allereerste Nederlandse Privacy Award aan die studenten die het sleepwetreferendum hadden georganiseerd. Die kregen de allereerste Nederlandse Privacy Award. Anderen kregen ook een award, een wetenschapper. Het zijn ook vaak een beetje technische dingen die winnen. Privacy by design is heel belangrijk. Dus het inbouwen van privacy in de techniek, in de software, in de hardware. Dat gooit vaak hoge ogen bij de jury. Ik ben benieuwd hoeveel mensen dan... mensen kunnen dus online zich aanmelden om mee te kijken? Hoe werkt het? Ja, je kunt... Dat weet ik nog niet hoe dat gaat, maar... Je kunt je via de website van ECP zeer binnenkort aanmelden om in ieder geval het congres online te kunnen zien. Ja. En wellicht te kunnen meediscussiëren of via een chatfunctie iets te kunnen zeggen of vragen. Het is voor mij nog niet helemaal duidelijk hoe we dat allemaal gaan doen, maar dat gaat waarschijnlijk wel lukken. Gaan we volgen. En je moet gewoon de website van ECP volgen en van Privacy First. En dan komt er vanzelf een aanmeldlink te staan als het goed is. En dit jaar is dus ook de corona-app, Corona Melder, genomineerd voor de Nederlandse Privacy Award. En dat zal veel mensen verbaasd hebben waarschijnlijk. Ja, omdat Privacy First natuurlijk heel kritisch is geweest, een half jaar lang, over die corona-app en alle ontwikkelingen daarmee. Maar goed, we hebben een onafhankelijke vakjury met grotendeels privacy professionals en ook een paar mensen van Privacy First erin, maar dat zijn er maar een paar. Dat is niet de meerderheid van de jury. En de jury heeft die corona-app wel, de corona-melder, genomineerd voor een Privacy Award. Waarom? Omdat hij voldoet aan de vereisten van privacy by design. Hij is vrijwillig. Hij is anoniem. Dat waren trouwens ook eisen van Privacy First een half jaar geleden al. Want toen waren we heel kritisch op die app. Zelfs toen in de Tweede Kamer. Heel kritisch van leer getrokken. Maar nu klinkt het alsof je voorsorteert op een winnaar. Ik weet niet of hij gaat winnen. Daar kan ik helemaal niks over zeggen. Maar... kijk, dat hij is genomineerd, daar kon ik op zich was ik ook niet verbaasd. Want het zit wel degelijk goed in elkaar in veel opzichten. Er zit natuurlijk altijd nog wel een zwakke plek in, maar dat heb je bij ieder, dat heb je overal bij. Gaan we weer. De laatste rondje met je lamp. Een ander ding, want ik las je nieuwsbrief, daar kwam ik erop. Ja, en ik weet het natuurlijk. Ik bedoel, ik weet dat Bas weg is gegaan bij Privacy First. Hij heeft een politiek avontuur wat hij gaat doen. Ja. Dus ja, daar ontstaat er zo'n facturen. In je nieuwsbrief stond Privacy First zoekt nieuwe bestuursleden. Nou, laten we zeggen, het is een elevator pitch. We hebben een nieuwe voorzitter. Bas ging in september al weg, omdat hij toen zijn nieuwe politieke organisatie Vrij Sociaal Nederland ging lanceren. En toen zei hij, je kunt niet twee dingen tegelijk. Je kunt niet tegelijkertijd voorzitter van Privacy First zijn en een politieke organisatie. Dat kan gewoon niet. Het moet wel echt allebei onafhankelijk zijn. En weet je wil ook niet mensen in je bestuur met politieke petten op, ambtenaren, et cetera. Dat wil je gewoon niet. Dus dat hadden we eigenlijk al heel snel besloten. Dat het beter was dat we dan een opvolger voor Bas zouden aanstellen. Dat is toen Ancilla van der Leest geworden, want die is al jarenlang bestuurslid bij Privacy First. En gezien de functies van de andere bestuursleden was zij eigenlijk de meest logische opvolger van Bas. En natuurlijk ook gezien haar capaciteit kennis en ervaring en track record. Dus dat was eigenlijk snel besloten. Maar we willen nog steeds het bestuur verder uitbreiden. Want ja, we zitten nu met 3 mensen in het bestuur. En we hebben er toch liever 4 of 5. Dus iedereen die zich geroepen voelt om bestuurslid te worden van Privacy First. En om dus ons te kunnen gaan helpen bij het zo invloedrijk en succesvol maken van Privacy First als maar mogelijk is. Die moet vooral reageren. En dus onze strategie helpen mede bepalen, onze activiteiten, beleid helpen bepalen, dat soort dingen. Gewoon algemene beleidslijnen. Ja. Maar het kan echt van alles zijn. Want we zijn heel actief als organisatie intern en ook met het bestuur. Voortdurend contact. Verwacht wel een actieve rol, actieve functie. En je moet wel enige kennis hebben van privacyrecht, weten waar je het over hebt. En als mensen een cv en een brief willen insturen, dan zijn ze welkom tot eind januari. Oh, eind januari. Oh, dus ga je bekendmaken op de Europese... Dat beslissen we daarna. Okay. Maar goed, dus we hebben eerst binnenkort het Nationale Privacy Congres met die awards. Dat is even belangrijk. Ja. Ik ben zelf ook heel benieuwd wie de awards zullen gaan winnen. Ik heb echt nog geen flauw idee, moet ik eerlijk zeggen. En dat is maar goed ook, want ik hou me daar verder buiten. Dat is gewoon aan die onafhankelijke jury.
Al ben ik wel op de achtergrond natuurlijk wel betrokken met faciliteren van dingen en zo. En het bestuur. En verder al onze andere activiteiten die gewoon doorlopen. Want ja, ook buiten die coronacrisis zijn er nog veel dingen gaande. En dat moet niet opeens vergeten worden, omdat iedereen alleen maar met corona bezig is. Dus er spelen nog veel meer dingen. Dus wij zullen ook bijvoorbeeld later deze week misschien al een hele grote nieuwe rechtszaak gaan lanceren. Zeg dan. Over weer een heel ander onderwerp. Ja, in de zin ik kan het wel zeggen alvast, ja. Het UBO-register. Het UBO-register was een register bij de Kamer van Koophandel van alle zogenaamde ultimate beneficiary owners van rechtspersonen, van bedrijven, maar ook van stichtingen en verenigingen, bestuurders, aandeelhouders, iedereen die zeg maar echt een invloedrijke positie heeft binnen een bedrijf of een organisatie. Die kan in dat register terechtkomen. Maar dat is weer een ander verhaal. Dat register gaat 10 stappen te ver. Dat is voor iedereen raadpleegbaar in de toekomst. Daar lanceren wij binnen een paar dagen een nieuwe. Nou, niet binnen een paar. Ja, in ieder geval wordt het nu openbaar dat we die rechtszaak echt gaan voeren. Je dagvaarding ga je publiceren, zoiets of zo. Sorry? Ik veronderstel, je gaat dan je dagvaarding publiceren, zoiets. Die is er eigenlijk al. Maar ja, dat zullen wij. Zeer korte termijn bekendmaken. Dus, okay. Dus houd onze website in de gaten. En steun Privacy First. En ook de media, hopelijk. En steun Privacy First. We zijn afhankelijk van donaties. Dus we moeten het toch hebben van individuele donateurs met name. Ja. Oké. Okay. Hey, nou, wil je closing words? Jij bent wel positief over het volgend jaar, hè? Ik ben hartstikke negatief. Maar ik ben altijd positief. Oh, ik ben van nature ben ik een optimist. Dan ben je wel een goede gast voor me. Dat moet je ook in het werk zijn, denk ik. Goede gast. Anders dan word je alleen maar depressief. Ja, dat is een beetje keerzijde. En je moet het ook een beetje als een spel blijven zien allemaal. Ergens, want anders dan word je daar niet blij van. Nee. Dat zijn, we hebben natuurlijk te maken met zulke grote tegenkrachten. En zulke enorme lobby. Ja. Dus ja, je moet het ook een beetje als een spel blijven zien, vind ik. Zo sta ik in ieder geval. Dankjewel, Vincent. Tot snel. Graag gedaan. Doei. Niet normaal maken wat niet normaal is. Every nation in every region now has a decision to make. Decision to make. Decision to make. You think I'm joking? Predator drones. You will never see it coming. De rock is. Laat staan dat ik kan ingaan over vuur.